Goedendag, ja, het is weer tijd voor de weekendverwachting. En het weekend, we hebben het wel vaak gezien dit jaar, kent twee gezichten. Dit is denk ik het beeld voor de zaterdag. Dan zijn er best flinke zonnige periodes. Er zullen ook wel wat stapelwolken zijn. Maar al met al ziet het er heel vriendelijk uit. Zondag daarentegen krijgen we weer te maken met regen als een storing gaat passeren. En dan zal het beeld een groot deel van de dag toch zo zijn. Laten we maar eens naar de weerkaarten gaan kijken. Beginnen we even nog met vrijdagmiddag. Dan trekken er een aantal stevige buien over Nederland. Met name in het zuidoosten van het land kunnen dat forse buien zijn met kans op onweer en ook hagel. Buien ook nog wel in de nacht en dan zaterdagochtend wordt het droog. En dan krijgen we te maken met die zonnige periode. Wel een noordwestenwind. Die zorgt ervoor dat de temperatuur laag blijft. En zondag, dan gaat deze storing passeren. Dat betekent overdag. Geruime tijd toch wel periode met regen. Pas later op de dag wordt het vanuit het westen weer droog. En volgende week zal het dan een wat wisselende week zijn met een paar goede dagen en een paar dagen die toch ook weer nattigheid brengen. Laten we de kaarten maar eens gaan bekijken. Zaterdagmiddag, ja, ik gaf het al aan, een noordwestenwind. Met name ook in de westelijke helft van het land. In het binnenland is die wind wat meer westelijk uiteindelijk. Maar dat zorgt er wel voor dat de temperatuur niet hoog wordt 10 of 11 graden. Maar wel een flinke zonnige periode. En de kans op een bui. Nou, dat is met name nog in de ochtenduren in het binnenland. In de middag zal het toch wel overal geleidelijk aan droog blijven. En is het best een hele aardige middag, zeker als je uit de wind gaat zitten. De avond en nacht brede opklaringen. Misschien in de nacht zelfs, van zaterdag op zondag, in het noordoosten wel een graadje vorst. Dat is niet helemaal uitgesloten. Maar die bewolking neemt natuurlijk ook toe vanuit het westen. En dat betekent dat we zondag overdag uiteindelijk ook met die storing te maken gaan krijgen. Temperaturen 10, 11 graden. In het zuiden 12, 13 graden. En die periode met regen bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Maandag kunnen er ook een aantal buien gaan vallen. Dinsdag is dan overwegend droog weer. Gaat de temperatuur ook wat omhoog? Woensdag weer kans op buien. Ik gaf het al aan, het is een wisselvallige week volgende week. Maar er is wel degelijk ook ruimte voor de zon. En het weekeinde, ja, heeft u plannen om naar buiten te gaan? Dan is zaterdag toch echt de beste dag. Fijn weekend.